Lekker. Gebouw is een brug. Stel jij dan later maar bij, ik kan het wel zo. We staan op een buitengewoon mooi stukje van Montreal. Heel mooi park. Oh, witte kantjes langs de zijkant. En daarachter zie je de skyline. Het is echt fantastisch om te zien. We staan in Montreal midden op een straat. Zoals je ziet staan alle auto's stil. Ik zou ook niet weten waarom. Maar dit is echt zo'n mooi plekje. We hebben dit geprobeerd te vinden, want dit is een kaart. Maar we konden het niet vinden. We wouden het fotograferen. Dus we filmen het maar even zo. Hoi hoi. Blij kijken, Ernst. Blij, blij. Omer Ruben ook. Beetje blij. Dat is niet blij, dat is debiel. Ruben maakt foto's van mij. Dus ik maak film van Ruben. Flits, flits. Dit is zijn cameraatje. Dit is de binnenkant van zijn lens. Nou, waar we nu weer terecht gekomen is ongelooflijk. Ik zit nu bij Kingston, dat is tussen Toronto en Montreal.
En we dachten, we wouden nog, het is zondag trouwens, 6:30 s'avonds. En we moesten nog wat boodschapjes doen, want we hadden wat dingen vergeten. En alleen in Canada is alles dicht blijkbaar, dat wisten we niet. En we rijden dus op een terrein op met een paar van de shoppingmalls. Dan rijden we zo opeens zo'n drive-in kerkdienst binnen. Dus we denken, nou, dan moeten we even filmen. Dat vonden we ontzettend geinig. Kijk, hier staat een plaatselijk talent, staat hier gelukkig te zijn, denk ik. En kijk, hier staan allemaal auto's en iedereen zit lekker in zijn auto. En er staan overal boksen tussen. Iedereen luistert maar een beetje. Nou, dat is echt ontzettend geinig. En het klinkt best aardig en het is gewoon, ja, een soort van ecumenische dienst over liefde en al dat soort dingen. Maar het is best geinig. Goedemiddag, het is maandag vandaag. Ik denk, het is 2 augustus. We staan nu bij Lake Ontario. En dit is het absoluut meer niet, dit is een heel klein uitlopertje ervan. Want Lake Ontario zelf is, ik denk al 3 keer of 3 zo groot als Nederland. Maar hier helemaal naar rechts, waar je dus niet meer kunt kijken. En vanaf daar begint eigenlijk het grote meer. We staan nu weer op zo'n state park. En zoals je kunt zien, is het heerlijk rustig. Want je hebt dus einde ver van je af. Wij staan ergens daar. Ergens daar met de bus. Maar dat is heerlijk. Hier, dit is eigenlijk een soort van park waar een heleboel dagjes mensen komen. Ja, op maandag is er natuurlijk weinig mensen. Volleybalnetten en alles is er. Ontzettend geinig. Lekker water hebben we heerlijk in gezongen vandaag. Hartstikke mooi hier. Ja, dit is ons campingplaatje. Hartstikke mooi. Is dat ons busje? Kijk, we hebben erachter een groot weidsveld. Waar allemaal plompe blaren en zo. Een soort van half moerassig is dat. Ze hebben hier wel veel muggen, maar als je een goed rokerig vuur maakt, is het geen enkel probleem. En onze buren staan daar in de auto, maar ze staan zelf verder een eind verderop. Het is hier echt ontzettend vruchtbaar. Natuurlijk bij het Lake Ontario, wat één groot zoet meer is. Overal vruchtenbomen, bramen, kersen, appels. Het is echt niet te filmen. Alles is hier hartstikke groen. Het gras is hier ook tapijtdik. Ik ken een man, die woont bij ons in de achtertuin. En die zou willen dat hij dit soort gras had liggen. En dat ligt hier gewoon echt met de vierkante kilometers. Ongelooflijk mooi. Hallo. En hier zijn we dan. Op het plekje dicht bij Kingston. En we hebben een appelboom. En daar komen appels uit als het goed is. Ik zie op dit moment alleen maar Ewout en Ernst die wat appeltjes proberen naar mij toe te gooien. En bijna op de camera, donder de donder. We lopen nu eventjes wat verder naar een stukje een zwaardere boom. Kijk eens. Nou gaat hij hangen. Gaat hij proberen een appeltje eruit te krijgen. Ewout, hang. Lelijke hangaap. Dat gaat ook niet echt. Ik denk niet dat dit gaat lukken, jongens. Ho. Wacht even. Ook geen appel. Daar zit helemaal geen appel aan, jongens. Hebben ze gehad zo'n beetje. Nou, dat was project appelwerk. Missie geslaagd? Nee, missie toe, dames, lukt. 1 appeltje uit 4 bomen, niet goed. Nou, hier hebben we een echte Canadees aan het werk. Een wild gebruinde houthakker met een flinke mat. Die al 3 weken zit te zeuren dat hij zo nodig naar de kapper moet. En die willen we graag een houthak per midden zien blokken. Want het is niet veel soeps. Daar komt een van het ongedierte voorbij. Ho. Praat het ongedierte. Ho. Geen gedom. Kijk, op een of andere beste manier. Oh jongens. Zie je zo de tenen vliegen, denk ik. Hé, hey, 4 st- Muts. Het staat er precies op. Ja, 20 keer verkeerd. Hakken in de ding. Heb je dat opgenomen? Is dat opgenomen? Moet even kijken hoe serieus die kijkt. Oh, niet zo snel bewegen, Ernst. Dat is best redelijk. Ja, niet te veel af. Dag.